Oké, dus als we even naar de eerste match gaan. We hebben Causing Panic versus MCON Esports. Nou, MCON Esports was er al bij in de eerste qualifier. Won deze eerste qualifier ook. Nou, verrassend is misschien niet te zeggen. Maar ze kwamen er wel. En ze wonnen dan meteen die eerste qualifier, zoals ik zojuist zei. In de playoffs hebben ze ook geen problemen gehad. Geen enkele match gedropt. En hier staan ze dan in de groepsfase. Nou, MCON Esports is natuurlijk al bekend in de ESL Benelux scène. Met teams voor onder andere CSGO, League of Legends en een paar Hearthstone spelers. Dus ze zijn zeker goed vertegenwoordigd. En ze zullen zeker hun best gaan doen om ook uit te komen uiteindelijk. Ja, in de playoffs die op LAN worden gespeeld. Want top 4 gaat naar LAN, naar Pride Day. Absoluut, op 18 en 19 november gaat de top 4 daarheen. Daar worden de finales dan gespeeld. Even om terug te vallen op Econ, Jeremy. Zijn hun de favoriet vanavond in de eerste wedstrijd? Of dat niet? In de match tegen Causing Panic. Nou, absoluut. Als we gaan kijken naar Causing Panic rossen, we hebben Aldente, Driki, Gerry, Golab en Tosti-apparaat. Ja, Tosti-apparaat. Okay. Nou, Aldente en Gerry Golab zijn vrij bekend in de Rocket League scene. Ze zijn ook vaker aanwezig bij bijvoorbeeld een Gfinity-event. Dus Kijk. Zij kunnen zeker meedoen bij de topspelers. Dat zijn de toernooien natuurlijk. Dat zijn de wat grotere toernooien absoluut, natuurlijk. Waar absoluut. De meeste mensen toch wel gaan spelen om zich op te maken voor RLCS en nu RL Ares. Die in het weekend worden gespeeld. Ja, absoluut. MCON Esports zien we daar eigenlijk, of tenminste heb ik daar niet gezien. Het verraste mij ook wel een beetje dat zij zo ver konden komen. Want ze wonnen in de eerste qualifiers van Team Bodrix. Een team met Rix Ronde, Burrito B en Niels Cook. Niels Cook die we natuurlijk kennen van Excel, die nu in de RLCS Season 4 zitten. Dus dat was een aardige match die zij wonnen. Dus ze zijn zeker de favoriet vanavond, Timo. Kijk, dames en heren, daar heb je het. De game gaat beginnen over 1 minuut, dames en heren. Ik hoop dat jullie er klaar voor zitten. Wij gaan hier vanavond genieten van de topwedstrijden. We beginnen direct met een topper, MCON, de grote favoriet. Tegen Causing Panic, de underdog, die altijd kan verrassen. En zoals je net zei, ze hebben aardig goede spelers in het team. Dus het gaat er hard aan toe, denk ik. Ja, als we zo gaan kijken, het wordt een best of 5 match. Een 3-0 zal het zeker niet worden. Daar zijn beide teams toch wel overqualified voor. Ik denk dat we een 3-1 gaan zien. Op basis van de qualifier zou ik toch moeten gaan voor MCON. Wat voor denk MCON. Jij? Ja, MCON is bij mij ook wel favoriet. Maar ik hoop natuurlijk op een prachtige wedstrijd. Puntje van mijn stoel. Misschien nog een mooie golden goal verlenging. Daar hoop ik altijd op. En ja, ik ben benieuwd wat de teams hebben. De bal is rond. Zeker. Nou, het ziet ernaar uit dat we gaan beginnen. Dus we gaan meteen over naar de spectate view. Kijk. Dit wordt de eerste match van vanavond in de best of 5. De eerste game ook. Dus laten we meteen gaan kijken wie het eerste doelpunt gaat maken voor de ESL Benelux Rocket League Winter Championship Series. Mojo Bobo, captain van de Causing Panic. Kan die het team bij de sleeptouw nemen, Jeremy? We gaan het nu zien, want daar komt Pulsero. Hij legt hem meteen terug op Cookie, maar dat wordt onderschept door Causing Panic. Daar is Mojo Bobo. Gaan we proberen terug te leggen. We gaan even terug naar de overall view waar Kenny Meister de bal heeft. Neemt de bal over. Aldente moet hij redden. Mooie redding van hem. Absoluut, absoluut. De bal komt toch maar terug. Oh, hij gaat erin. En hij mist. Scoort. En hij mist. Dat is dan cruciaal op dat moment. Een beetje aparte goal van Cookie. Hij tikt hem via de muur erin. Gaat net over Mojo Bobo heen. Dat is het eerste doelpunt meteen van de series. En na 29 seconden staat MCON op bord. Het is 1-0. Het lijkt er een beetje op of de keeper toch aardig op die bal verkeek. Misschien had hij hem ook niet verwacht. En ja, dan 1-0. Heerlijke wedstrijd. Oh. Drekkie maakt de fout en Mojo Bobo, de captain, hij scoort de 1-1. Nou, zoals hij zei, hij neemt het team bij de sleeptouw op dit moment. Over gelijkmakers gesproken, hij krijgt, hij krijgt mooi de bal. Speelt van Cookie en ja, maakt het gewoon af. Ook op dit niveau worden soms kleine foutjes gemaakt. Kan altijd gebeuren. Nou, we gaan weer absoluut verder. 40 seconden zijn inmiddels verlopen. Misschien. Het staat 1-1 in deze wedstrijd. Cookie tikt hem over naar de zijkant. We gaan naar Kenny Meister. Hij zal hier de contest moeten winnen. Lukt helaas niet. Maar hij zal hem terugkrijgen van Pulsar. Hij gaat omhoog. Moet hem doortikken. Hij geeft de voorzet. Absoluut. Het is geen goal. Bal gaat terug naar Cookie. Kijk of hij hem meer kan. Hij legt hem wel voorzet. Voor. Maar
een 3-man verdediging toch van Causing Panic. En het lijkt er op het moment alsof op MCON eSports er niemand doorheen kan komen, Timo. Nee, ze zijn op dit moment aardig onder druk. Causing speelt aardig offensief op dit moment. Kijk, nu komt MCON eruit, kunnen ze wat laten zien. Maar de rotatie bij Causing Panic ziet er heel erg goed verzorgd uit, Jeremy. En een rotatie is natuurlijk toch wel het belangrijkste in 3 versus 3 formaat. We zullen hier toch wel even achter moeten wachten. Want we kijken wat Mojo Bowen doen is. Gaat nu proberen. Kenny Meister tikt er naast hem heen. Wil een tweede hit maken. Dat lukt helaas niet. Helaas. Bal toch weer terug in de blauwe helft. Wordt een beetje overgespeeld. Beetje pingpong play zoals dat wordt genoemd. Als Pulster de voorzet probeert te maken. Cookie krijgt nu een vrije kans. Tikt hem overheen. Oh, de keeper mist hem. Zijn dit de zenuwen, Jeremy, of zijn ze nog niet warm? Wat denk jij? Nou, ze lieten Cookie een beetje erg vrij daar in de hoek. Gelukkig werd dat niet afgemaakt. Had eigenlijk wel wat de bal. Daar komt... Nee, redding van Mojo Bobo. Schitterende redding, hoor. Goeie reflex. Uiteraard heel snel gedaan door Mojo Bobo, de teamcaptain. En nu is MCON in de aanval. Kijk. Daar is Causing Panic dan. We zagen eerst de voorzet van Mojo Bobo. Maar daar was... Het was El Dante. Kijk, hij zit er al op te wachten. Tikte net over Pulsterren heen in heerlijk de bovenhoek. Gedaan. 2-1 heerlijk voor Causing Panic. En ze staan voor in deze eerste wedstrijd. Absoluut, absoluut. De bal wordt weer in oranje zijn helft getikt. Als Driki er probeert achter te gaan. Ja, ze staan toch sterk hoor. Heerlijke redding van El Dante. Tuurlijk. Maar kom wel terug. Ja, die moet hij hebben. Dan kan hij er zelf voor gaan natuurlijk. Hij wipt hem heerlijk op. Oei, oei, oei. Hij miste daar wat turbo. Om doelpunt te maken. Hij wou daar gaan voor de zogeheten doink. Als de bal in de grond wordt gepinched. Lukt helaas niet voor Pulsterren. Maakt dan nog een tweede schot. En Mojo Bobo krijgt daar de Savior Medal. Betekent dat hij nu al 3 saves heeft in deze eerste wedstrijd. Kijk, dat zijn statistieken, Jeremy. Pulster is hier aan het wachten op de Cookie, voorzet van voor Cookie. MCON 1 Sports. Maar. Weer goed gered van Driki. Als we zien dat Pulster een beetje achterblijft, Cookie zal deze voorzet moeten maken. El Dente mist de bal. Bal komt dan terug. El Dente kan die Mojo Bobo heeft daar. Hij zet dat nog even tussen. En hij zorgt er wel voor dat de bal weer in de MCON helft gaat. MCON zit hier een beetje met de bal te spelen. Is gevaarlijk. Bal gaat dan ook net over. Het lijkt erop dat ze er nog niet helemaal lekker uitkomen. En Causing Panic is tot nu toe toch wel verrassend de dominante partij in de eerste paar minuten. En in de eerste wedstrijd, Jeremy. Ja, en Mojo Bobo zit hier al voorin te wachten. Zal nu even terug moeten om de boost te kunnen halen. Mojo Bobo. Helemaal terug. Van een vrij schot voor hem. Nee. Speelt een puikenwedstrijd in de Octane. Heerlijke auto. Deze bal komt terug. Kenny maakt de goal. Dit is weer 2-2. Snoeihard van de Kenny Meister. Kenny was hier al aan het wachten. Kijk. Tikt hem eerst omhoog. Komt terug vanuit het dak. Hoeft hem dan nog maar één keer aan te raken. De keepers staan daar niet op te wachten. En MCON is weer terug in deze wedstrijd. Het staat 2-2. Heerlijk. 3 op de klok. Heerlijk met de bumper. Heerlijk. Kick-off wordt dan gewonnen door Causing Panic. En het staat 2-2. Gaan we dan toch dadelijk die verlenging krijgen? Of gaat een van de teams nog onze offensive genoeg spelen om het winnende doelpunt te maken in de laatste 50 seconden? Het lijken misschien weinig seconden, maar geloof mij, in een minuut kan er heel veel gebeuren in Rocket League. Of niet, Jeremy? Dat kan zeker. Wie weet vallen er wel 3 doelpunten. We weten nog niet als El Dente hier de onderschepping maakt. We zullen er meteen op af moeten. Nu zal de clear moeten worden gemaakt. Tuurlijk, anders Kenny krijgt Kenny Meister het schot. Oh, Mojo Bobo verdedigt uit. Maar ze blijven komen, de jongens van MCON. Ze blijven komen. Kenny Meister, hij gaat weer omhoog. Tikt de bal aan het plafond. Kan geen ploeggenoot vinden. Cookie wordt weggehaald door Pulsterra. De bal komt omlaag. Kan die hem weer inbrengen? Ja, hij kan hem inbrengen. Een beetje... Slechte communicatie van het team aangezien ze elkaar in de weg vliegen. Maar dat hoort erbij. In de laatste secondes is het MCON die voor het winnende doelpunt gaat. En kunnen ze hem nog maken of gaan we die verlenging in? Dames en heren, we gaan het zien. De laatste seconde gaat nu in met Pulsterra. En daar komt de overtime. De overtime is de golden goal. Dames en heren, voor de eerste game van de best of 5. Het is erg mooi om deze eerste avond en ook deze eerste week te beginnen met een overtime. Laat ook wel zien dat de teams erg in elkaar gewaagd zijn als Kenny Meister de voorzet probeert te maken. Driki maakt onderschepping.
Misschien heerlijk. Niet helemaal ideaal. Waar zit Pulsar? Nee, Trick kan het schot maken. Tuurlijk, Kenny Meister verdedigt uit. Wordt bijna gepoolshot, lijkt het. En dat gaat goed voor Macron, die nu weer in de aanval gaat via Cookie. Hij verlengt de bal. En kan El Dente uitverdedigen? Ja, hij verdedigt uit. Kenny Meister brengt hem weer op de helft van Causing Panic. En dit is een gevaarlijke bal. Wordt goed geraakt door El Dente. En Kenny Meister weer met het uitverdedigen. En dan wachten we op het doelpunt. Dit is een goede bal. Dit is een goede bal. Wordt goed verdedigd. We gaan naar Mojo Bobo. Hij is hier aan de zijkant en wachten. De bal gaat Mojo net Bobo naast hem af. Gaat voor de boost. Wacht hier. Cookie mist de bal. Dit is tuurlijk de schotkans voor Driek. Hij gaat erin. Hij zit erin. Eerste game gaat naar Causing Panic. 1 minuut overtime is wat ze nodig hadden. En ja, Driek, de bal wordt hier gemist door Cookie. Kan hem dan inschieten. De keepers staan daar niet op bedacht. Deze eerste wedstrijd wordt dus gewoon door Causing Panic. 3-2 overwinning voor hen. En zij leiden 1-0 in deze best of 5 series. Een heerlijke wedstrijd, Jeremy. Een heerlijke wedstrijd. Toch krijgt hij in de verlenging zoveel ruimte om uiteindelijk te schieten. En dan heeft hij alle tijd en dan scoort hij. Ja. Zo zie je maar weer, één fout kan meteen het einde betekenen van een overtime. De bal werd gemist door Cookie. Helaas wordt dat dan meteen afgestraft door Causing Panic. Cruciaal, dames en heren. Cruciaal. Ja, we zorgen er al voor dat we niet hoeven te wachten. We gaan meteen door met de tweede wedstrijd. We zitten er lekker in. We zitten er lekker in. Daar beginnen we. De aftrap wordt gemaakt. El Dente kan die weghalen. Hij twijfelt een beetje. Ah, schitterend. Hij wil dribbelen. Lukt niet. Goeie bal. Daar gaat hij via de muur. Redirect. Nee. Pulsterre zit er dan tussenin. Wacht hier. Gaat omhoog. Krijgt hem niet helemaal ernaast. Maar Cookie tikt hem naar omhoog. Pulsterre moet hem terugleggen. Is dit de voorzet? Nee. Mojo Bobo zit daar eerder tussen. Heel goed verdedigd door de teamcaptain van Causing Panic. Oh. Prima uitverdedigd via de paal. En dan gaat hij door. En dan kan Drekkie, kan die hem erin schieten. Hij geeft hem voor. Voorzet wordt niet gespeeld. Macron kan uitverdedigen. Ja, die bal was niet helemaal. Ah, weer een heerlijke bal. Wordt uitverdedigd. Goed zo. Was al gecalculeerd door Drekkie. Maken van het winnende doelpunt zojuist. Drekkie is ondertussen terug aan het gaan. We zien de bal weer terug naar zijn helft worden gespeeld. Zit hier te spelen met de Endo. Auto die we toch niet heel vaak zien op het hoog niveau. We zien vooral de opteenzetters ars waarmee gespeeld wordt. Oh. En ook af en toe de dominus zoals Pulsterre hier heeft. Bal wordt maar uitverdedigd. El Dente wint die contest niet. En de bal wordt teruggespeeld naar Mojo Bobo. En na iets meer dan een minuut. Absoluut. Macron komt daar. Ja, tuurlijk. Kenny Meister hoor. Daar is hij weer, dames en heren. De Kenny Meister. Ik wou zojuist zeggen dat er nog geen goal was gevallen in de eerste minuut. En zojuist toen ik dat wou zeggen, scoort Kenny Meister het eerste doelpunt voor MCON eSport. Net zoals de eerste wedstrijd nemen zij hier de leiding. Is het deze keer wel genoeg? De eerste wedstrijd verloren ze 3-2. Nu met nog 3 minuten 40 op de klok zullen zij hun leiding daar moeten verdedigen als El Dente ervoor gaat. Pulsterre verdedigt uit. Waar is de rest? Waar is Kenny Meister en waar is Cookie? Kenny Meister is aan het wachten. Mojo Bobo wint die contest. De tweede niet. Deze komt terug. Driekie met het schot. Cookie zit daar te wachten. Uitverdediging wordt goed gedaan hier. Maar het schot toch nog gemaakt. En Pulsterre verdedigt uit. Allebei doken ze in de goede hoek. Gelukkig heeft een van die twee. Want mocht die bal slecht gaan, dan zijn twee spelers uit positie. En dan kan Causing Panic heeft die bal dan voor het intikken. Dat gebeurt niet. El Dente verlengt de bal richting Drekkie. Die komt er net niet aan. Kenny Meister schiet. En het wordt gered door Mojo Bobo. En het is een prima wedstrijd tot nu toe. Macron deze wedstrijd wel weer beter. Maar Causing Panic heeft in die eerste wedstrijd laten zien dat ze meedoen. En dat ze deze wedstrijd ook gewoon kunnen winnen. Want een 1-0 is nog altijd een magere voorsprong in Rocket League. En alles kan gebeuren met 2 minuten 40 op de klok. Hier is Kenny Meister. Kenny Meister. Bovenhoek. Tuurlijk hoor. Die man is in vorm, Jeremy. In de kruising, Kenny Meister. Tweede doelpunt van deze wedstrijd. Mojo Bobo legt hem voor hem voor. Maar je moet hem er wel nog in tikken. Het past precies in de linkerbovenhoek. En dat is 2-0 voor MCON eSports. Eindelijk een grote leiding. Dan wel 2 doelpunten. Maar dit zou normaal gesproken genoeg moeten zijn om het terug te brengen in de series. 2-0. Daar komen ze. Kenny Meister moet hier uitverdedigen. Pulsterre kreeg Kenny al eerder Meister, de save. Hij blijft maar gaan, Jeremy. Die Kenny Meister, hij blijft maar gaan. Hij heeft er zin in. Lode bal wil een fake doen. Lukt aardig. Op de eigen helft toch wel gevaarlijk. Wordt gemist door Mojo Bobo. Oeh.
Ulster gaat daar voor de fake. Kenny Muister krijgt hem niet voorbij gespeeld. Zal nu omhoog moeten. Verdedig uitgaat via het dak. Kijk, ja, dit kijk. Is de jump reset vanuit het dak. Dat is wat we de laatste tijd veel zien bij Rocket League. De pro's die dat toch proberen te leren. En het lijkt goed te lukken voor Ulster. Ja, de jump reset. Dat is een aardige mechanic om te leren, absoluut. Wat even verder toe te lichten wat de jump reset precies inhoudt. Je kan normaal gesproken twee keer springen als Rocket League als je in de lucht zit. Maar als je dan met je wielen tegen het dak aankomt, kun je dus weer opnieuw springen. En dat is wat deze pro-spelers willen doen. Absoluut. Beheers je elke skill op het top-level, dan is dat altijd lekker meegenomen zoals in elke game. En vooral in Rocket League. Kenny Muister is hier aan het wachten. Cookie verdedigt uit. Mooie paas van Cookie. Gaat ook heerlijk meteen naar het schot. Deze gaat niet richting de goal. En El Dente zat er al tussen. Tuurlijk. Probeert het zelf. Heeft nu verder geen boost meer. Zal eerst de boost moeten gaan pakken. Doet dat ook. Hij is alweer terug in het rotaten. Driekie schiet de bal naar voren. Kenny Muister moet uitverdedigen. Uitverdediging niet helemaal ideaal. Die wordt dan gemist. En met 1 minuut te gaan. Nog 1 minuut te gaan. Kan Causing Panic nog de comeback maken. 2 doelpunten zijn nodig. Willen ze de comeback maken tegen Mekon? Ze staan 1-0 voor in wedstrijden. Mekon lijkt erop te worden dat het 1-1 wordt. Maar goed, nog 40 seconden. Hier is Cookie voor de 3-0. Dat lukt helaas niet. En nu kan Causing Panic uitbreken via Mojo Bobo. En die gaat erin. Die gaat erin. Die gaat erin. Tuurlijk. En ja, dan wordt het toch nog billenknijpen voor Mekon. Met 40 seconden te gaan. 2-1 is krap voorsprong. Een beetje een overcommit hier op de verdediging. Niemand stond daar achter bij de goal. Ze gingen ervan uit dat ze de 3-0 konden maken. Krijg je dan een tegengoal om hun oren heen. En nu staat het 2-1. 35 seconden nog op de klok. Mekon moet oppassen. Oh, zeker, hier is het tegendoelpunt. Ja, ja, 2-2. El Denti. In een paar seconden, zoals we net al zeiden. Een doelpunt kan 4 minuten niet vallen. Maar het kan ook in 4 seconden 2 keer vallen. Dames en heren, het staat 2-2. Causing Panic met de comeback in de laatste minuut van de wedstrijd. Mekon geeft het misschien onhandig of kinderlijk weg. En ja, nu heeft Causing Panic dat vertrouwen om de wedstrijd ook nog te winnen. Natuurlijk. Ze hebben een enorme boost gehad van die 2 goals, Jeremy. Het zou heel zuur zijn als ze deze verliezen. De bal komt nu terug. Deze gaat erin via de muur. Pulsterren. Zet er één op Boffer Mekon, het staat 3-2. Het staat 3-2. Ah, zij komen daar toch wel goed weg. Een beetje geluk absoluut. Is wel nodig. Maar ja, ze hadden natuurlijk zojuist met de kick-off, met de aftrap, een beetje ongeluk. Waardoor dat die tegentreffer viel. We staan nu al voor 20 seconden. Maar het is nog lang niet voorbij. Gaan wij weer naar overtime toe? Of gaat Mekon deze tweede game winnen? Om het 1-1 te maken in de series. De oh, Mojo Bobo! Nee, wou die voor de fake gaan. Het leek er niet op. Uiteindelijk komt er een matig schot uit. En nu heeft Mekon de laatste 3 seconden. Dit kunnen ze niet meer weggeven. Dit moeten ze uitverdedigen. Geen risico's meer nemen. En de bal valt op de grond. En winnaar Mekon eSports. Het staat 1-1. Net zoals in de eerste wedstrijd. De eindscore 3-2. Deze keer is het Mekon die er als eerste uitkomt. Het staat 1-1 in de series. Dit is een best of 5 series. Dus dat betekent dat we op zijn minst nog 2 wedstrijden krijgen. Maar gaan we naar de volledige 5? Wat denk jij, Timo? Wat ik denk? Ja, Causing Panic. Ze maken het Mekon heel erg moeilijk op bepaalde momenten. Je zag nog het wel dat Mekon op een gegeven moment in hun spel kwam. En dat ze de dominante partij waren. Maar het is nog lang niet gespeeld. En misschien wordt het wel een beslissende match als het 2-2 staat. Het kan zomaar gebeuren, Jeremy. We zullen het nu gaan zien. We gaan meteen naar de derde wedstrijd heen. En de aftrap wordt hier dan genomen. Kijken wie deze keer de aftrap gaat winnen. Het wordt Pulsterren die daar het eerste aan zit. Cookie neemt dan meteen de bal over. Heerlijk. El Dente die raakt hem heerlijk. Heerlijke wallshot. En dan wil hij de turbo pakken. Kan hij de turbo vinden? Tuurlijk, hij heeft de turbo weer te pakken. En Cookie mist hier de bal. Dat kan gevaarlijk zijn. Nee hoor, goede blok. Goede blok wordt uitverdedigd. Pulsterren kan hier ertussen zitten. Ja, gaat die voor de heeft boost. Die. Gaat hier de voorzet maken. Absoluut heerlijk. De voorzet voor Cookie. Gaat Cookie hem erin tikken? Nee, gaat via de lat mis. Oh. Prachtig uitgespeeld van Mekon. Helaas wordt dat niet beloond met een doelpunt. Misschien nu dan als Pulsterren hem naar voren zet. Mojo Bobo is aan het verdedigen. Hij mist de bal. Mojo Bobo mist hem. Oh. En hij wordt nog een keer verlengd. En nu is het goal leeg. Nu moet Pulsterren die bal uitverdedigen. Dat doet hij prima. Hij wordt achtervolgd door Drekkie. En ze verdedigen weer uit Mekon eSports.
Cookie moet hem nu wegtikken. Tikt hem daar mooi weg. Dat, dan El neemt Denta. Hij de schotkans. Hij raakt hem zachtjes. Mojobobo. Kijk, heerlijke schot van Kenny Meister. Wordt verdedigd door Drekkie. Heerlijke redding. Mojobobo kan er nu uitgaan. Maar komt te laat voor de bal. Pulsterra blokt hem nog een keer. En daar komt Cookie. Die gaat hem weer naar voren schieten. Een heerlijk schot. Kan gevaarlijk zijn voor de rebound. Nee, gaat hij hem dan nog een keer voorgeven? Hij geeft hem nog een keer voor. En wie kan bij die bal komen? Het is Kenny Meister die hem mist. De bal gaat nu richting het goal van Mekon Esports. Ze komen er wel uit. Pulsterra. Hoppa. Wordt even het goal ingetocht. Het schot kan hij hem redden. Backwards. Ja, heerlijke redding. Tuurlijk. Mooie redding van Mojobobo. Werd aangetikt daar door Pulsterra. Maar dat maakt voor hem niet heel veel uit. Nee. Maar hij legt hem nu wel voor Kenny Meister. Gaat hij met hem dubbeltap erin? Nee, via de lat. Oh, tweede nog schot een keer. Wordt opgered. En ze blijven gaan. Mekon blijven gaan. Ze spelen de offensive partij in deze game. Gaat hij er dan in? Nee, via de binnenkant van de paal. Okay. Kenny Meister maakt opnieuw het eerste doelpunt van de wedstrijd. Dus volgens mij het vierde doelpunt voor Kenny Meister in deze Absoluut. Series. Hij komt nu terug goal. Via de paal. Mojobobo probeerde daar de bal te blokken. Kenny Meister heeft dat doorzien. Schiet hem rechts naast Mojobobo. We kunnen wel zeggen dat Kenny Meister een neusje voor de goal heeft, of niet, Jeremy? Dat zeker. Kijk. Dat is toch altijd lekker meegenomen als je zo'n speler hebt. Bal wordt onderschept voor Cookie. Bal terug. Kenny Meister zal nu moeten uitverdedigen. Dat doet hij ook goed. Contest. Twee man houdt hij bezig. Komt hij voorbij. Bal gaat richting de helft van Causing Panic. En Mojobobo verdedigt uit. Drekkie, goede bal. Cookie geeft hem voor. Polsterre kan hij hem verlengen. Nee, hij mist hem. En dan is de beurt weer aan Causing Panic. Kenny Meister via de muur. Hoppa, heerlijk. Ja, tuurlijk. Kijk, dat zijn technieken die we graag zien hier bij ESL Benelux Qualifiers. Drekkie probeert ervoor te gaan. Probeert voor de ground punch te gaan. Lukt helaas niet. Als dat niet wordt gewonnen, Pulsterre. Tikt hem wel verder door. We gaan naar Pulsterre. Maakt het schot ook op goal. Maar El Dente staat daar toch te verdedigen. Krijgt daar ook de redding voor. Een tweede schot. Deze moet worden gered door Drekkie. De druk staat volop. Maar het is nog steeds 1-0. Voordeel van Emcon. Absoluut. Het is weer een wedstrijd die lang 1-0 blijft. We hebben het net ook gezien. We hebben net ook de comeback gezien van Causing Panic. Nog niks is beslist. Nog helemaal niks. Hier is Cookie. Die verdedigt uit voor Mekon. Gaat er weer achteraan. Net zoals net. Wordt verlengd door Pulsterra. En de gevaarlijke paas van Drekkie. Ja, zekers. Niemand staat er. Nu met z'n drieën. En Mekon zoekt weer de aanval. Nee, El Dente zit er toch eerder tussen. Was een beetje gevaarlijk, die paas die hij daar maakte. Maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Nu dan El Dente. Bal wordt onderschept door Kenny Meister. Bal zit weer in de oranje helft. Drekkie tikt hem omhoog. Wordt weer teruggetikt. Mojobobo verdedigt dan goed uit. Tikt hem naast Cookie. Pulsterre zit er weer bij. Gaat erop af. Drekkie tikt hem over meen. Kenny Meister zal eraan moeten zetten. Nee, Kenny Meister zit nu wel. Drekkie met het doelpunt en het staat 1-1. Ja, daar gaan we weer hoor. 1-1. En dat is dan toch een heerlijke rebound goal. Die moet je ook meepikken. Hoppa. Met de bumper. Goed van richting veranderd. Na de linkerkant. En het staat 1-1. We gaan de laatste minuut weer in. De allesbelovende laatste minuut van de derde game. Tussen de twee partijen. Zoals het nu 1-1 staat, staat het ook 1-1 in games. En wie gaat dan de tweede game winnen? Om dadelijk de beslissende game. Mojobo mist aan de bal. Nee, daar is Drekkie. Het is meteen ook een doelpunt. Het staat 2-1 in het voordeel van Causing Panic. Toch eigenlijk uit het niets. We zien Mojobo de bal daar missen. Ja. Maar daar laat hij het wel open voor Drekkie. Hij maakt hier het doelpunt. En we zien toch, we zagen het juist in het eerste doelpunt voor Causing Panic. We zien Emcon niet te veel op een verdediging staan. Cookie stond daar toen iets te ver weg. Het was Kenny Meister, mijn excuses. En daardoor worden toch een aantal doelpunten gemaakt voor Causing Panic. En het lijkt erop alsof ze dat toch het extra zetje geeft. Wat hen nu in de voorsprong zet. Absoluut. Het is toch. Ik denk toch ook wel dat het de kwaliteit is als je twee wedstrijden achter elkaar in de laatste minuut twee doelpunten in 4 seconden kan maken. Mekon heeft het net al ervaren hoe dat is gegaan. En het gebeurt ze nog een keer. En dat is toch iets voor het team. Om in als feedback mee te nemen. Well, dit is een goed schot.
Gaat deze dan nog in? Nee, Kenny Meister, heerlijke redding. Ze zullen snel moeten zijn. Er absoluut, zijn nog een paar seconden. Trackie. Moet hem omhoog tikken. Kenny Meister houdt omhoog. Deze gaat de grond toch raken. Causing Panic wint de derde wedstrijd. Zij komen nu voor in de series 2 tegen 1. 2 tegen 1, dat doen ze toch weer even. Verrassend. Weer één doelpunt verschil. Verrassend, weer één doelpunt verschil. Ja, het zijn wedstrijden die... het zijn close matchups. En het is niet dat één partij over de andere heen walst, kunnen we wel vertellen. Nee, als we hier ook gaan kijken naar de schoten, Emcon toch wel dominerend. 8 schoten tegenover de 4 schoten van Causing Panic. Causing Panic dan ook 6 saves tegenover de 2 saves van Emcon. Emcon lijkt er toch wel, zoals zij het meeste druk zetten op Causing Panic. Maar het resulteert niet in een overwinning. Nee, zeker niet. En de vierde wedstrijd moet Emcon natuurlijk weer winnen. Willen ze nog... de eerste wedstrijd winnen van het ISL. Ja, poolfase seizoen. Dit is inderdaad best wel 5 series zoals wij eerder al zeiden. Het staat nu 2-1 voor Causing Panic. Betekent dat Emcon ook deze game 4 en 5 moet winnen. Anders zullen zij hun eerste wedstrijd in de groepsfase verliezen. Toch op zich best verrassend. Maar de Causing Panic line-up is natuurlijk ook niet mis. We gaan dan ook naar game nummer 4. Causing Panic voor de matchpoint. Gaan ze 3-1 tegen Emcon winnen? Of komt Emcon terug in de strijd en wordt het 2-2. Dan gaan we naar een allesbeslissende wedstrijd tussen de twee teams. In deze heerlijke opening van het nieuwe ISL Benelux groepsfase toernooi. We kijken nu naar Kenny Meister. Hij is aan het wachten op El Dente. Gaat Kenny Meister dan weer dat eerste doelpunt maken? Ik verwacht niks minder van de Kenny Meister. Maar goed. El Dente wacht. Cookie. Je zit ertussen. De voorzet hoeft maar even worden gemaakt. Daar was Kenny Meister op aan het wachten. Voorzet blijft uit. Nu zou Kenny Meister toch iets moeten doen. Maar hij krijgt toch wel tijd van drie. Hij mist de bal hier. Hij zit helemaal verkeerd. En dan redt Cookie het voor Emcon. En Kenny Meister maakt toch daar een klein foutje. Maar goed, hij herstelt zich prima. En het staat 0-0. Aldente wint daar weer de contest in de lucht. Zet hem ook meteen voor Mojo Bobo. Maar Cookie zit daar goed tussen. Speelt twee man voorbij. Heerlijk. Helaas kan het niet opgevolgd worden door een schot of een paas van zijn ploeggenoot. Want het was een schitterende actie. Pulsterre dan probeert de keeper te demoen. Aldente doet dat dan voor hem. Hij demoet Cookie Meister. Of Cookie. Cookie Meister. Oei. Nee, dat is Kenny. Cookie Meister. Ja, het kan allemaal. Het kan allemaal. Mojo Bobo en Drekkie zitten elkaar in de weg. Mojo Bobo moet hem weer redden. De bal wordt matig gespeeld. Het schot. Oh, heerlijke redding, van El Dente. Ja, tuurlijk hoor. Van de lijn afgehaald. Epic redding, dames en heren. Daar doen we het voor. En dan nog een keer. Hoppa, El Dente. Nog een keer met de redding. Dat is toch heerlijk om te zien hoor. El Dente zit wel echt in voor. Maakt 2 reddingen. Zorgt er toch echt voor dat Causing Panic nog op een 0-0 score staat. En gaat nu ook de aanval inleiden. Cookie tikt er naar de zijkant. Mojo Bobo zit er dan tussen. Zal hem over de verdediging van Emcon heen moeten spelen. Dit lukt niet. Driekie. Oh, daar komt hij. Driekie speelt Mojo Bobo. Doet me een beetje denken aan Mojo Jojo van de Powerpuff Girls. Ja, inderdaad. Kijk. Nu je het zegt. Ja. Heerlijk verdedigd. Heerlijk verdedigd. Deze bal komt terug. Mojo Bobo gaat niet voor de contest. Nee, en dan komt het schot. Cookie redt. Heerlijk. Mojo Bobo kan hem verlengen. Natuurlijk de voorzet. El Dente verlengt hem ook. Kenny Meister Kenny verslipt zich. Nee! Oh, Kenny, wat doe je nou? Wat doe je nou, Kenny? Oh, jongens. Dit had geen doelpunt mogen zijn van El Dente. Nee. De hoek is goed, maar Kenny Meister verslikt zich helemaal in die bal. Hij heeft wel zoveel doelpunten gemaakt, maar deze fouten mag je op dit niveau echt niet meer maken. Emcon staat 1-0 achter in deze vierde wedstrijd. En verliezen ze deze wedstrijd, verliezen ze ook de eerste wedstrijd in hun groepsfase. Dit kan een cruciale fout zijn die hem zeker kan achtervolgen. Misschien slaapt hij niet zo lekker mocht hij deze wedstrijd verliezen. We gaan het zien. Er is nog genoeg tijd voor Emcon. 2 minuten en 20 seconden om de wedstrijd om te draaien naar hun... We hebben het gezien in de tweede wedstrijd. Ze kunnen die aanvallen goed spelen. Maar goed, dan moeten ze wel allemaal in de heerlijke flow daarvoor zetten. En dan moeten rotaties ook goed lopen bij het team. Causing Panic zit er aardig op en ze verdedigen ijzer en ijzersterk. Hier ziet Kenny Meister er toch wel tussen. Zal deze contest moeten winnen. Wint hij ook. Nu dan de voorzet. Ja, nee, die wordt toch iets te hard weggebumpt. Om dat toch wat mee te kunnen doen. En Pulsterre maakt dan ook de demo op Driekie.
toch even die druk weg te Mojo halen. Bobo, Mojo Bobo met een mooie redding. Ja. Maar de aanval is er nog steeds. Cookie en Pulsar proberen voor te gaan. Nu El Dente met de counter. Wint. Heerlijk. Mojo Bobo. Met het schot. Nee, Pulsar met de 7D konden we helaas net niet zien. Maar het staat nog steeds 1-0 in het voordeel van Causing Panic. En het lijkt erop alsof zij deze eerste wedstrijd gaat winnen. Oh, Mojo. Helaas. Tuurlijk, Drekkie met het shot wordt gered door Cookie. Bulsterra mist de verlenging. Hij mist de verlenging. En daar komt Drekkie weer. Hij brengt de bal binnen. Die moet Cookie hebben. Cookie heeft die ook. En daar komt El Dente weer. Verlengt hem weer. Schot komt op de lat. En hij wordt binnengetokt door Mojo Bobo. En de goal. De 2-0 ook. Ja, dat is de eerste keer dat Causing Panic toch voorkomt met meer dan één doelpunt. In dit geval 2 doelpunten. Ze staan nu 2-0 voor met nog 1 minuut op de klok. En het lijkt er toch op dat Causing Panic deze eerste wedstrijd gaat winnen. 3-1. Verrassend kunnen we dat zeker noemen. Ik denk dat Causing Panic deze wedstrijd ook zeker niet meer weg gaat geven. Het is alles of niets voor McCon Esports. Alles of snel een doelpunt moeten maken. Willen ze nog iets in de wedstrijd kunnen doen. Maar we zagen ook in de tweede wedstrijd. Oh, Drekkie. Ja, hij komt er langs. We zagen in de tweede wedstrijd hoe Causing Panic nog langs zij kwam. Toen zij 2-0 achter stonden in die laatste minuten. Dus het is zeker mogelijk ook voor MCON. Pulsterra met de verlenging. Cookie zal er hier tussen moeten zitten. Het wordt Pulsterra. Mojo Bobo zit daar toch al op te wachten. We zien toch echt dat het anticipeervermogen van Causing Panic echt heel goed is vanavond. Zeker. Ze spelen ijzer en ijzersterk. Eerste wedstrijd was misschien even inkomen. Maar die laatste wedstrijden nauwelijks fouten gezien aan de kant van Causing Panic. Dat is een goede basis. Is dit een goal? Nee. Nu moet Cookie dan toch nog even terug in de oranje helft krijgen. Dit gebeurt dan niet. De tijd tikt weg. En de eerste wedstrijd gaat naar Causing Panic. Zij winnen hier 2-0. En ze winnen dan ook meteen de eerste wedstrijd in de groepsfase. De eerste wedstrijd voor de groepsfase in het algemeen. Voor ESL, Benelux, Rocket League, de Winter Championship Series. Maar wat een wedstrijd was dat. Vrij verrassend, toch een 3-1 overwinning van Causing Panic. We kunnen hier zeker spreken van een verrassing. Causing Panic, ze waren gewoon de betere partij eigenlijk. En vooral de laatste twee wedstrijden met vooral de matchpoint game. Ze gingen er 100% voor. En men kon, hebben het niet laten zien deze wedstrijd. Weinig ook in de aanval gezien. Nou, ze zijn toch best wel veel in de aanval geweest. Zeker in deze derde wedstrijd die we eerder zagen. Maar het werd niet geresulteerd in goal. Dat is dan heel jammer. Maar we zullen zien hoe zij het verder gaan doen in de weken.